Mijn grootvader, tijdens de Eerste Wereldoorlog, Nederland gemobiliseerd, weet je. Ja. Net getrouwd, loopt met zijn vrouw, s'avonds over straat. Er komen een stel van die gemobiliseerde soldaten. En die beginnen opmerkingen te maken over zijn vrouw, over mijn grootmoeder dus. Ik zal wel iets gelezen zijn in de tand van lekker stuk of hoe ze toen zijn. En hij wordt kwaad, weet je wel. Tegen 4, 5 van die militairen. Dus daar moesten andere militairen bij komen van rustig meneer, want anders moet hij hem krijgen. Maar die kon ook dus. Dan werd hij kwaad en dan kon het niks meer schelen. Door het dolle. Dan was hij echt door het dolle en dan. Hij werd niet snel kwaad, maar zeg niets lelijks over zijn vrouw.